Heb jij Jezus wel eens ontmoet? Pardon? Jezus ontmoeten? Kan dat dan? Nou, ik ben ervan overtuigd van wel. Kijk maar in de Bijbel, tussen Pasen en Pinksteren bijvoorbeeld, is Jezus 10 keer verschenen aan de mensen met wie hij optrok. Zijn discipelen, zijn volgelingen, de vrouwen, zijn broer Jacobus en zelfs 500 mensen tegelijk. Zou dat nu niet meer kunnen? Kan dat pas als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen? Nee hoor, Jezus spreekt nog even goed. Hij spreekt in zijn woord in de Bijbel. En misschien is het ook wel je eigen ervaring. Als jij bijvoorbeeld je dagelijks woord-app opent, of als je een quote leest op Facebook, of is er een andere manier dat je iets leest waarvan je denkt, hey, op dit moment komt het echt tot me, dan is het echt God die spreekt. Daar ben ik van overtuigd. God spreekt ook door de omstandigheden. Zo weet ik nog heel goed dat ik 2 jaar geleden met een burn-out zat en langs de dijk liep. En ik zat er helemaal doorheen. Ik had zoiets van, God, waar bent u eigenlijk? Als u er bent, laat u dan zien aan mij. En op dat moment keek ik opzij en voerde een schip langs en op de boeg van het schip stond Emmanuel. En je weet, dat betekent God met ons. Dus mijn vraag nogmaals, heb je Jezus wel eens ontmoet? Ik wel. En ik hoop jij ook. En de vervolgvraag is eigenlijk, wil je hem ook ontmoeten?